is hier redelijk mooi lopen. Ik verklaar een keer de setting. Van heel het begin. Ze zijn vertrokken van Schiphol. En ik denk dat er daar iets serieus is. Ik ga Lustra's dat we niet op tijd vertrekken. Toen heb je een keer de rij die nou aan moet inchecken. Oh, wat zo speel. Een vlucht die moet vertrekken om 10 uur en een check-in beginnen om 9 uur, dat weten dat niet goed komt. Dat weten dat niet goed komt. Nu zijn we al bijna de hele dag in Manchester. We staan er bijna met 24 man. Staan we daar met de, allee, die dus de vlucht gemist hebben. Ja, nog niet gemist. Je was nog niet opgestegen. Je had nog 40 minuten tijd voor hem te gaan. Dus ja, dan immigreren in de UK. Ah, ja. De een ging dat al makkelijker dan voor de ander. De Indiërs. De Indiërs zijn gewoon in achterbleven in de transitzone. In niemandsland. In niemandsland, echt. Dan mochten we naar Parijs vliegen om dan op de dag zelf naar LA te gaan. Ja, goed, maar dan was het continu wachten op onze bagage. Die uiteindelijk niet kwam. De hele dag in de luchthaven zie. Ik ben nog gratis. Rondleiding in Manchester. City trip. Ja. Allemaal inbegrepen in de prijs. Ja, maar dat is even niet. Straks nog een avond. Niet te vergeten. We hebben hier nog wat gerecht. Overnachting in de Britannica. Country Club. Country Club. Fantastiek. Kleine rondleiding in het hotel. The Country Club. Een douche. Een bad. Er is een trouw aan de hand. Ja, we hebben een lekker buffetje binnen gespeeld. Maar ja, voor Brits te zijn. Allee. Ja. Mensen aan te raden om terug te komen. Zijn er ook nog eens gewoon trouw aan de gang? Ah ja. Twee, hè? Twee? Ja, het zijn twee trucks. Echt een toplocatie. Twee zalen naast elkaar. Ja. Als je er niet aan uitkomt in Vlaanderen, waar dan je wel trouwen hier. Morgen worden we om 4:30 opgepikt. Dus ja. Weer al een korte nacht. En dan... ja, met Charles de Gaulle. En dan als alles goed gaat, op weg naar... LA. We hebben wel nog een kort loopje gedaan om eigenlijk de frustratie van ons af te schudden. En om toch wat frisse lucht binnen te hebben. Je shot hem in. Wow! Ja. Ja, goed gedaan dat is. Wow, laat rollen hè. Wat gaan we doen vandaag? Nee, kom. Dus ja, 30 kilometer lopen, een keer afspreken. Zo'n baantje dat we niet weten of dat Jorrit dat op de ene zou kunnen rijden. Afspreken op een bepaald uur. Een keer de tracker testen. Zien of dat Strava hier werkt op. Hey man, good luck with your hike. We got one runner, one true hiker. Both massive respect. We're here at Big Bear now. Going to do a 20-mile run to get used to the altitude a bit. And yeah, it's going to be a good practice run. Yeah. For us to catch up, how well our navigational skills are going to be. It's about 20 miles with a probably nice amount of elevation. Are you excited? Alright, see you in 4 hours. Yeah.